Hey, tof dat je kijkt naar deze aflevering in de Halloween Horror Week. Vandaag spelen wij Slender The Arrival en we zijn aanbeland bij de derde aflevering. Het belooft weer een toffe aflevering te worden. We gaan wel weer naar buiten en het is wel een beetje licht buiten. Dat is wel lekker. Het is hangen. Oh ja, maar. De bos kwam op voor zo. Moet ik nu gewoon die slijding maken naar beneden of zo? Ja. Ik krijg het gewoon weer warm nu, hè? Ja, ik heb mijn kunstje al wel over meegelegd. Je moet dat dekentje pakken. Batterijtje, kijk, het batterijtje al bijna op, zie dat? Dus ik denk dat we wel. Zal ik gewoon een bommetje maken? Ja. Ik denk niet dat ik daarheen moet, man. Ik denk gewoon daarheen moet. Maar, de batterij is bijna op, dus ik denk dat het wel bijna tegen het einde is. Moet wel. Ik denk dat er geen happy ending in zit. Nee. Hoe zou je beschermen dan? Daar kom ik vandaan. Jawel, ja, ik denk juist wel een happy ending. Dat meldt me heel wat het geraped gewoon. Ja, het is al gebeurd. Ja, maar nog een keer. Oh, maar hier moet het gewoon heen. Nee, dat... Kom je net zo aan? Gewoon twee heen dan, joh. Die kan? Ja, nog maar. Moet ik spelen? Huh? Ja, nu is het niet eng, hè? Als ik hier nou gewoon naar beneden spring, is het toch gelijk voorbij? Ja, dan wel. Oh, hier denk ik gewoon. Dus gewoon springen, is het gewoon klaar nu. Ja, kunnen we doen. Dat kan niet. Boompjes heen. Dat is wel een mooi pad. Yo, waarom staat die muziek ook zo hard, joh? Ja, kijk, daar moet heen. Nee, ik zet even die muziek iets zachter, joh. Dat staat nergens op. Ja, dat heb geholpen, dit. Hè? Ja? Ik hoor jou echt niet, hoor. Ik denk dat Yo, het lampje gaat er weer aan, hoor. Dit is nog niet zakjes. Het is allemaal rotsen. Ja. Rotsen. Ik heb hier de zakjes aan het doen. Oh, een huis. Zal ik daar naar binnen moeten, of... We zijn wel een papiertje. Zal ik er langs moeten? Op dit moment in het spel wil ik ook wat dood. Ik denk dat dat wel. Hi. Nummer 11. Outside, hide, oké. Okay. Dat is wel 14. Hoe kan je dat ding uitzetten? Needs a tape to play. Deze heeft een... Ik zei het je. Kijk, ze zit er al klaar voor. Dit is Kate, dit is Kate. Oh. Die is hier. Oh, ik ben nu aan het spelen, joh. Yo, waarom heb je dit gedaan? Doe rondje. Nee, dat kan niet. Ik ben nu aan het spelen. Nee, je moet wel de deur en ramen dicht doen. Ja, stond dat er? Als je kunt. Ja. Weet je wat ik denk wat dit is? Ik denk dat we nu gaan zien wat er met haar gebeurd is. Ja, maar dat is ook niet te bedoelen. Hoezo niet? Dat is waarschijnlijk hartstikke eng. Ja. Maar moesten we alle ramen en deuren dicht doen, zei dat? Dat is secure. Ja. Misschien beschermen. Bescherm het huis. Secure the house by closing all the doors and windows. Maar dan zal wel de buitendeur en dat soort dingen zijn, denk ik. En we stellen dat je de tussendeur ook dicht moet doen. Dat bliksem ook. Heb ik deze al gehad? Ja, die heb ik. Hier heb ik alles nu gehad, hè? Boven heb ik alles. Ja, deze kan nog niet.
Zat het, laten we eens... Ja. Deze is dicht. Deze is dicht. Deze ook dicht. Ze lijken soms open, een beetje irritant. Hier ook nog een... Dicht. Ik krijg niks bloedbenauwd. Bloedbenauwd. Gaat hij nog dicht of... Wel lekker muziekje, dat wel. Wel fijn dat die deur ook even mee werken. Wat dan? Ik hoor dat de achtergrond een ezel geraped worden. Maar kijk, hier zijn die tekeningen niet op de muur. Was net echt niet hoor. Hoor je dat? Oh, ik dacht dat wat was, hè? Het was een lamp. Ik kan daar links die. Ja, kom ik daar. Ah, jongen, echt. Oké, deze doen we dicht. We gaan dit rondje maken, ja. Hij is hier ergens. Hij is in je room. Ja, daar ben ik toch? Go. There's no point, he's already inside. Maar we moeten dus naar boven. Misschien. Ja. Want we moeten in mijn room. Hij is hier. Hij stond gewoon achter me. En nu? Links, maar rechts? Rechts. Maar pak die niet, Pitsje. Naar de armpies. Van die bed. Ja! De tandtering. Ik neem wel, dit is echt niet meer normaal. Nee, ik kan niet meer. Maar hoe kan die in één keer daar staan? Ik had die deur toch dicht. Maar hoort dit erbij of moet ik het nou opnieuw doen? Hoort erbij, want ze is toch gepakt. Ja, maar hoezo kan ik dan niet verder nu? Alles is dicht. Wat hij hier is. Oh, wacht, hier is nog een. Leuk verhaal, kort. Nou, die moet ik dan ook zeker weer in doen, of niet? Yo. Maar ik ben dus wel verder, want dit is een ander videootje. Maar dat is gebeurd met Kate. Ja, zo is ze opgepakt. Zo is ze vermoord, waarschijnlijk. Oh, dit is het afgebrande huis, of niet? Ja. Oh, dit is toch niet het huis waar ik net in was, of wel? Nee. Ja, dat is deze. Of niet? Ja, met de ene monster. Dat is het deeg. Het lijkt er wel op, hoor. Jawel, dat eerste monster die we tegen zijn gekomen. Zou ik hierin gaan, in deze? Deze ziet er wel wat enger uit, of niet? Ja, ga dan maar naar juist in. Ja, dit is hem wel, want kijk, hier links. Alleen nu is hij niet afgebrand. Denk ik. Ja, hier stond ze. Ja. Bij de wc-pot. Ik moet een drukje aan doen. Nee, hier kan ik nergens heen nu. Ja, maar hoezo is het ook weer zo stilletjes, weet je wel? Oh, dan ga ik toch in die. Kijk in die rolstoel daar links. Links. Ja. Rechts. Waar heb je het nou allemaal over? Wat links, rechts? Oh, is er geen rolstoel? Ik dacht steeds toen ik daar een pop zit. Waar moet ik heen? Logisch is als ik die kan, dat hij dit omhoog kan, maar... Zo'n spel is het denk ik niet. Het is geen ooit die spel, ooit het een spel. Ik weet niet wat je wil zeggen, dus... Je hebt het geduld. Paul Cry. Huh? Daarachter staat nog een huis, hè? Oh, hier is ook een deurtje. Hier is een keer naar boven. Kijk, Charlie. Zie je, kijk. Hij zit met iedereen te rimpen lekker... daar, joh. Ja, hij heeft gewoon 6 kindjes om me heen, joh. Vuile viezerik. Vieze pedofiel. Het mooiste is als ze naar Nikon een shotgun lag hier of zo, weet je. En nu? Oh, nu moet ik wel. Het is wel zo'n spel, dus. Vol met verrassingen.
Zeg even het sprintje hoor. Van Usain Bolt. Usain Charlie. Oh, die hebben weer een beetje brandstof nodig. Dat zal heel toevallig wel binnen liggen. Is ook heel toevallig in je zak aan vellen? Ja. Ik heb geen... Oh nee, hier moet ik zo meteen pas in. Als dit... Die brandstof heb ik, want ik heb geen lange zaklamp. Kan je hier klimmen? Is het Assassin's Creed of lijkt er wel op met die dingetjes. Maar waar ga ik het brandstof vinden? Lijkt me sterk dat ergens hier midden in het weiland staat. Olifant. Merk je opeens op Arl? Chapel. Chapel. Cella. Cola. Chateau Meiland. Yo. Zijn er wel allemaal vragen klanken hier? Laten we hier ingaan. Hoe is het toch wel geld? Ja, die. Ja, als je nu naast Verel zit, dan word je ook bang hoor. Als hij denk ik gaat kraken, weet oh, je. Oh, ik ga niet zo zitten doen. Ja, doe normaal. Hé, hey, hier is iets. Ja, een luikie. Ook... Nee, daar moeten we niet in. Nee, daar gaan we in. Oeh. Dat lampje nog aan, ja. Hij is uit. Ik... Oh, dat lampje ging uit. Ik dacht dat helemaal. Dit lijkt echt wel die nazi-gangetje dit. Ja, maar die kan ook weer verschillende kanten op en dat haat ik altijd. Ik denk dat je moet douchen. Dan gaan we zo'n klein kind achter je aan rennen. Oh, maar hoor dat? Die ja, of die gek. Dat, ja, dat dacht ik al, dat wou ik net zeggen. Ja, maar die gaat je zo laten schrikken als je erop af hebt. Ja, maar dan ga ik even gauw dit gangetje in. Ja, ze zijn hier niet gedoucht. Schildering hier. Ja, maar ik ga... Waarom gaat het licht ook eruit? Ja, dat is echt wel veel. Yo, staat ze daar? Oh, en ik is ze weg. Zag je dat? Ze zat hier in die opening, joh. Maar nee, doe normaal. Ze komt steeds dichterbij. Oh, ze is weer weg. Yo. Ik wil niet. Je moet er sowieso heen, deze kant op. Ja. Dat doe ik straks. Kun je naar boven? Ja. Wat hebben we nou gedaan? Geschrokken. We zijn nou echt alleen van hier, of van daar, zijn we naar hier toe gelopen. Nou, gaan we weer. Ben er weer! Ik zie gewoon ergens olie lag. Het is hier hoor. Dat is er weer hoor. Misschien moet ik er wel gewoon aanraken. Wat dan? Hup op kut. Hey. Een boek. Wat verdomme. Oh, echt een Jerry. Oké. Okay. Echt een Jerry kennetje ofzo. Kijk, maar als ze een beetje op afstand staat, is het niet erg. Als ze maar niet in één keer voor je staat ofzo, weet je. Ah, man. Ja, hier. En yo. En dan zal daar in dat huis denk ik wel een... iets zijn waar ik die deur mee kan openen. Dat hek, denk je niet? Ja, ja, die deur. Ja, ja. Voor mij is in het huis ook een monster. Zo, ze ging in één keer voorbij, joh, zag je dat? Sprintje, joh. Snel hierheen. Oké, okay. Een beetje donker.
Ja, hij valt mee. Oké, okay, gaan we dat ding even aanzetten. Dat is gewoon een ratelslang, dat heb je gevaakt natuurlijk. Ja, was maar een ratelslang. Een addertje. Addertje onder het gras. Ik vind het wel raar dat we heel lang die man niet meer willen zien. Die slende. Terwijl het spel daar toch wel om draait, toch? Ja, want die gaan we niet eens zien. Ja. Wie weet zijn we mee gemaakt? Wie werd u opgewekt? Waarom is het ook zo donker? Wie is hij opgeboren? Ja, kijk hier op de grond. Ja. Wie is hij getekend? Wie is hij vereerd? Het is wel een heel oud cameraatje, want zelfs op deze camera zit geen lamp. Praat op Belgian Green. Ja. Yo. 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 Oké, okay, we gaan het huisje daar.